Politiek, maar we beginnen met de facto Willem. Ja, dit gaat over de nieuwsbrief. Uh, heel fijn als je je inschrijft. Uh, en dan kan je ook een uitnodiging krijgen uh, voor de extra uitzendingen. En die extra uitzendingen die zullen dan uh, voor een deel gaan over wat we normaal niet behandelen, omdat het te veel is. Dus de, de bonus. Uh, maar ook uh, special guests. Um, en wellicht ook een, uh, een Zoom-uitzending, een soort uh, QA-sessie. Uh, Gaan we doen. Dat hebben we helemaal in het begin van uh, Virus Waarheid natuurlijk regelmatig gedaan. En uh, ik, ik krijg veel vragen uh, via de mail en via social media. Het lijkt me een, een, een leuk idee. Om uh, dat eens een keer bij elkaar in de Zoom te hebben. Dus uh, wil je eraan meedoen of wil je uh, de bonus-uitzendingen ook kunnen zien? Uh, schrijf je dan in, in een nieuwsbrief en de mensen die um, regelmatig doneren of uh, vaste uh, de, uh, donateurs zijn, die krijgen sowieso die uitnodiging. Goed, laten we gelijk nu uh, beginnen met een tweet van minister-president. En de ouders en jongeren die getroffen zijn in de toeslagaffaire moeten zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden, zodat zij eindelijk weer met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen. Vanavond hadden elf collega's uit het kabinet en ik zelf een ontmoeting met een aantal van de gedupeerden. Zij deelden hun indringende en emotionele ervaringen, het leed en het onrecht. Uh, zijn groot. Ja, zo gaat het nog even verder. Maar Willem, um, volgens mij is het een jaarlijkse reunie, is dat aan het worden. Want uh, je zou toch denken dat die mensen al lang geholpen waren. Want het is een beetje een groundhog Day gevoel krijg ik daarbij. Dit nieuws hebben we al een paar keer gehad. Ja, alleen het populair is veranderd. Dus ik denk dat dit een soort traditie wordt dat elke premier. Uh, in het begin van zijn uh, carrière mag doen alsof hij de problemen van zijn voorganger gaat oplossen en daar dan niet bij zegt dat hij uh, medeverantwoordelijk daarvoor is en dat er natuurlijk helemaal niks gaat gebeuren. Ja, dus uh, die toeslagaffaire, het, uh, het was geen bedrijfsongevalletje. Het is gewild en het is beleid. En uh, meneer Schoof weet daar uh, alles uh, van. Het trots. Over, van trotse, overheidsdienaar is van geloof gevallen door toeslagenaffaire. Um, en dit, en dus is met... wel, dit is wel het probleem voor zo'n uh, totalitaire overheid, voor de koeplegers. Uh, dat narratief wat omhoog wordt gehouden. Ja, dat is voor de, voor de burger natuurlijk uh, pure oplichting... maar het is essentieel om de handlangers in het gareel te houden. Als die er niet meer in geloven... dan wordt het heel lastig dingen voor elkaar krijgen, Jeroen. Ja, de ambtenaar was een zwarte plek. En dat heb ik ook al vaker genoemd. Als er een verandering komt, moet het komen van de mensen... die zeg maar, in het hol van de leeuw werken. We hebben in Duitsland gezien... Dat het ambtenarenapparaat ging morren toen de eh, energieprijzen explodeerden en eh, ambtena ook ambtenaren hun energierekening niet meer konden betalen. Ja, toen was in één keer een enorme zak geld beschikbaar om iedereen in ieder geval 10.000 euro uit te betalen, zodat ze weer snel een mond zouden houden. En de ambtenaren, specifiek uh, is... ambtenaren, niet alle burgers hè? Nee, alleen de ambtenaar. Alleen de ambtenaren, want die zijn nodig om deze koep, uh, deze uh, machtsmachine te laten draaien. En ja, de vraag is: hoe lang wil je als ambtenaar nog laten omkopen? En denken van jezelf: van ja, ik heb een goed inkomen. Ik wil mijn positie niet in gevaar brengen. Dus ik weet dat alles fout zit. Ik ga gewoon door. Maar uiteindelijk is dat een doodlopende weg. Want uh, een, uh, hoe, hoe zat dat? Hoe zijn ze dat ook alweer? Een, um, een totalitaire machine eet uiteindelijk ook zijn eigen kinderen op? Ja. Of uh, hoe uh... Ja. was dat? Hoor. Ja, dus uh, beter vroeg opstaan dan laat. Maar de ambtenaren, dat zijn de mensen die verandering kunnen brengen. Dus doe uh, wat je te doen staat, zou ik zeggen. Ook economen en ondernemers worden reservist. In een put ben je allemaal gelijk. Van eh, verpleegkundige tot economen als Peter de Keizer. Steeds meer Belgen bieden zich aan om reservist te worden bij het Belgische leger. Defensie wil het systeem nu ook gebruiken om een brug te slaan naar bedrijfsleven. Verslag van een dagje: schuttersputje delven in Leopoldsburg. Ja, wat een goed nieuws, Willem. Dat nu ook de economen en ondernemers eh, deze vis willen worden. En, en de, de, natuurlijk de, met de bedoeling straks naar het front gestuurd te worden. Maar ik ben daar ook een voorstander van. Maar ik zou willen beginnen met de virologen. En met hoge ambtenaren. Met NCTV-medewerkers. En met elke politicus. Weet jij nog beroepsgroepen die ik nu vergeten heb, Willem? En die we graag aan het front zouden willen zien. Nou, ik denk dat de burgemeesters ook een heel goed voorbeeld kunnen geven. Internationaal aanhoudingsbevel tegen Oekraïne om Nord Stream sabotage. In het onderzoek naar de aanslag op de Nord Stream bijpleidingen in 2022 heeft een Duitse rechter een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. En dat melden de Duitse media. Hé, hey, onze bondgenoot, het land, het voorbeeld van de democratie. En die blijken nu, volgens dit bericht. Uh, de pleger zijn van de terroristische aanslag. Willem, hier is meer over te zeggen. Nou, ik denk dat Rutte dit al wist, hè? want die, die reageerde zo raar op de vraag van Papijn van Houwelingen. Van nou ja, we moeten eerst kijken wie het heeft gedaan en waarom die het heeft gedaan. Um, het was een terreuraanslag. Natuurlijk zat Oekraïne erachter. Maar dit verhaal is nog steeds niet de hele waarheid, ben ik bang. Want de. Uh, het arrestatiebevel werd uitgevaardigd nadat ze zeker wisten dat ze hem niet zouden kunnen vinden. En Polen, waar die dan zou verblijven, wil niet meewerken. Dus het gaat vooral om een nieuw verhaal te spinnen. En wellicht is dat een verhaal naar het einde van deze onwinbare oorlog voor de NAVO toe. Um, de andere twee verdachten, daar is kennelijk geen uh, arrestatiebevel tegen uitgevaardigd. En die zitten al in Oekraïne. En het is onduidelijk waarom zij niet worden vervolgd. Um, in ieder geval is dit denk ik het belangrijkste. Zelensky wist ervan. Ja, hij kreeg opdrachten om die opdracht te geven van de CIA, maar dat laatste stukje laten ze weg. Ze gooien Zelensky nu echt steeds meer onder de bus, Jeroen. Ja, en nu is de vraag, is er al een, een arrestatiebevel tegen Zelensky uitgevaardigd? Uh, Willem, uh, had hij niet al achter slot en grendel moeten zitten? Had... Natuurlijk, het is een officiële dictator. Hè. Hij heeft de verkiezingen afgeschaft in Oekraïne. En uh, nou ja, talloze oorlogsmisdaden en misdaad tegen de menselijkheid, corruptie, noem maar op. Je kan eigenlijk voor bijna elk wetsartikel oppakken. Um, maar dit komt, de timing is wel uh, saillant. Namelijk, we hebben net die incursion naar Koersk gezien: een, een inval op Russisch grondgebied. Ook natuurlijk weer met medeweten en steun van de NAVO. Maar nu zijn er opeens twee dingen waarmee ze kunnen zeggen: van ja, nee, Oekraïne doet het zelf ook niet goed. Nu moeten jullie echt om de tafel gaan zitten en die gebieden die Rusland heeft, zand erover, we stoppen ermee, jongens. Die oorlog moet stoppen. Ik vind het overigens leuk wat Van draais aan dit verhaal geeft. Hè? Achter iedere leugen zit een nieuwe leugen. Ja. En dan lijkt het net alsof de waarheid boven water. En dan blijkt het weer gewoon een nieuwe leugen te zijn. Het verhaal wat ze nu naar buiten brengen. Is dat het een groepje rijke, Russen, uh, rijke Oekraïners zou zijn geweest. Die dit bedacht heeft. En die hebben dat uitgevoerd gewoon met een jacht. En uh, ze, ze ligt iedere keer helemaal dubbel als er internationaal verhalen rondgaan dat dit een grote operatie geweest moet zijn, want zij weten namelijk hoe het echt gebeurd is. Namelijk gewoon met een, met een duikerspak en een, uh, en een jachtje. Natuurlijk een volkomen kletskoep verhaal, we weten allemaal hoe het echt gebeurd is. Maar kennelijk uh, hebben we een nieuw verhaal nodig en uh, krijgt Oekraïne nu de zwarte piet, Het land waar we al ons hele hebben en houden naartoe, volksmateriaal, al ons geld is er allemaal naartoe. Een diepe put verzonken. En nu blijkt: nu mogen zij de klappen opvangen van de Noordstream. Waarom de Oekraïnse link met de Noordstream-sabotage ook schoof in verlegenheid brengt? Uh, Willem, waarom uh, komt schoof in verlegenheid? Nou, um, in het regeerakkoord hebben ze natuurlijk PVV en Wilders zover gekregen dat hij uh, al zijn standpunten, inclusief het uh, neutrale Oekraïne-standpunt, heeft ingeslikt. Maar ja, met deze kennis is dat niet meer houdbaar. Uh, dus inderdaad, Wilders uh, gaat uh, vol op de trom uh, en die gaat vragen stellen. Uh, zoals deze. En dit zijn de 14 ja. en 15 augustus zijn de vragen gesteld. Uh, terechte vragen. De vragen zijn volgens mij allemaal al een keer gesteld door FVD. Maar uh, nu doet een regeringspartij het. Ja, en uh, vooral uh, vraag 5 is natuurlijk van belang. Bent u het ermee eens als Oekraïne inderdaad achter deze aanslag zou blijken te zitten? Dit niet zonder gevolgen kan blijven. Als het gaat om de relatie van Nederland met Oekraïne, bent u bereid die relatie dan te heroverwegen? Zo ja, op welke wijze? Doe nee, waarom niet? Nou, het is duidelijk, we gaan naar een exit kennelijk met Oekraïne. want Je kan het natuurlijk niet meer volhouden nu dat vol staat, nu, nu dat vast staat, dat de Oekraïne erachter staat. En dan bedoel ik vast staat natuurlijk tussen aanhalingstekens, want ook dit is weer een nieuw verhaal om een onzin ding geloofwaardig te maken. en Kijk eens aan, het Nieuw Sociaal Contract en BBB hielpen Von der Leyen bij haar herverkiezing. Dus de twee partijen die de redders moesten worden van het Nederlandse bevolking, hè, die een hele andere beleid zou, uh, zouden gaan voeren, die blijken um, de, de zittende dictator van de Europese Commissie uh, in haar zetel gehouden te hebben. Wat een verrassing, Willem. Ja. Nou, als je nog twijfelde om uh, uh, verzet te plegen via deze partijen, kan je stoppen met twijfelen. Een onverwacht sterke groei van de Nederlandse economie. En dat is een bericht van het propagandakanaal uh, of de, de regeringspreekbuis NOS Nieuws. Want het CBS heeft gemeld dat de eerste drie maanden was er nog sprake van een krimp. Maar nu is de omvang van de Nederlandse economie gegroeid met 1% ten opzichte van een kwartaal eerder. En dat noemen ze dan een onverwacht sterke groei. Maar kennelijk uh, is dit bericht bedoeld voor mensen die heel weinig uh, weten van uh, rekenen en uh, statistiek en wiskunde. Uh, want volgens mij willen, en ik ben ook geen sterren in, uh, in rekenen. Maar volgens mij als je uh, economie tientallen procenten uh, gedaald is en dan ga je 1% in de hoogte willen, is dat dan een onverwachts sterke groei? Ja, wel als je nog verdere tientallen procenten uh, daling verwacht had. Ja en precies, hoe, het, onverwachts is dat? het onverwachts is denk ik dat er überhaupt iets van groei te zien was, maar het kan ook een <laughs> meegaard zijn hè. Dat is als je natuurlijk uit de lucht valt, heb je ook even een momentje soms dat de, dat de wind je iets langzamer laat vallen. En dan lijkt het net alsof je weer uh, terug omhoog gaat. Uh, Nederland behoudt zijn uh, triple A rating door inkoopbeleid, nieuwe regering. He, dus die triple E-rating van Nederland is veiliggesteld. dus kredietbeoordelaar Fitch. Dus niets aan de hand, nothing to see here. Het gaat op. Over onze economie en ons land. Dat is de boodschap die erachter zit. Willem. Ja, nou ja goed nieuws. Uh, we groeien. Uh, we zijn kredietwaardig. Uh, geen vuiltje aan de lucht. En dus. Stoppen met verkoop van tabak hakt erin bij Albertijn. Honderden miljoenen omzet minder. En dat merken ze zelfs op het hoofdkantoor. Moederbedrijf Ahoot Delhaize. Ja, ik heb mijn, uh, ik heb altijd zitten denken van wat zit er nou achter, behalve zogenaamd uh, de volksgezondheid. Uh, want uh, de volksgezondheid is zelden een daadwerkelijke motivatie voor ons bestuur om maatregelen te nemen. En um, ik, wat ik er in ieder geval achter zoek, is um, dat ten eerste minder mensen naar de winkel gaan. Nee, want eh, het is vaak dat je een pakje sigaretten gaat halen en dan gelijk nog wat boodschappen doet. Dat publiek eh, valt nu weg. En, maar tegelijkertijd, wat is het gevolg daarvan? Denk je nou dat mensen stoppen met eh, roken omdat eh, tabak eh, niet meer om de hoek verkrijgbaar is? Ik ben bang dat ze de auto pakken en enorm veel extra kilometers gaan rijden om toch ergens dat pakje sigaretten te halen. En zie jij nog andere? Ja, het bevolgen. zou ook kunnen zijn dat uh, supermarkten hebben natuurlijk tijdens de crisis hun uh, zakken kunnen vullen. Die hebben echt uh, meegedaan aan de grote rooftocht van de portemonnee van de burger. En uh, dit is natuurlijk wel weer ideaal om ze uh, onder controle te brengen. Want dit scheelt uh, significant uh, op de omzet van de, van de supermarkten. En mensen nemen toe. Handel en horeca in zwaar weer. In juli 2024 zijn er 6% meer bedrijven failliet gegaan dan in de voorgaande maand. En dat zijn dan de cijfers volgens CBS. Nou, we hebben al regelmatig uh, gemeld. Hè, de uh, faillissementen lopen steeds verder op. Um, wat een verrassing jullie: handel en horeca. Ja. Dat zijn natuurlijk twee uh, gebieden van de economie die al uitgeroeid moesten worden. En daar uh, komt nu versnelling in. Uh, waar we ook rekening mee moeten houden is de koffiecrisis. Ja, we hebben een nieuwe crisis. Elke week uh, zit er natuurlijk een team bij de NZTV te bedenken van welk onderwerp hebben we nog geen crisis van gemaakt. De koffiecrisis, nou, het is er nog niet. Maar er is wel flinke angst dat de prijs voor de. Koffieboon enorm gaat stijgen en dat heeft weer alles te maken met de weersextremen. Dus de global warming en de climate change gaat ja, ervoor zorgen andere... dat wij meer moeten betalen voor de koffie. En uh, ja, dat is de, de oplossing. Hè? Want als we meer betalen, dan, dan houden we die verkeers- uh, of die uh, onder controle extreem. Um, dus het is opwarming van de aarde en daardoor hebben we nu angst voor vorsten in Brazilië. Dat komt door de opwarming van de aarde. Um, oplossing is ook altijd zo mooi. Dan denk je, ja, hoe gaan we zo'n crisis nou oplossen? Hè? Want je zou denken, nou, daar kun je, je maatregelen misschien tegen bedenken. Als dat waar zou zijn natuurlijk. Hè. Het is een, een onzinverhaal. We hebben dat verhaal al vaak gehoord. Um, maar de oplossing is altijd voor de hand liggend en altijd dezelfde. Willem, welke oplossing is dat? Ja, belasting heffen. Want dat lost alles op. Schaarste, minder koffie drinken, rekening houden. Het is niet altijd meer beschikbaar. Dus minder, minder, minder. He? Dus de, de, dat is de oplossing van alles. Water, in plaats van dat je meer water gaat zuiveren. Nee, we gaan gewoon minder water gebruiken. Ook oh, stroom is niet meer beschikbaar, want we hebben alle centrales afgeschakeld. Nou, oplossing, minder stroom gebruiken. En natuurlijk veel duurder maken. Dat is de enige oplossing die beleidsmakers eh, tegenwoordig nog kennen in plaats van problemen op te lossen. Aan ABN AMRO die boekt een kwartaalwinst van 642 miljoen euro. Maar Willem. Het laat wel een daling zien. Dat is 25% minder dan dezelfde periode van vorig jaar. Dus van super, 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 super mega winst is het nu een super, super mega winst. Bij ABN Amberen, terwijl de bevolking in een snel tempo verarmt. En record aantal Nederlanders heeft knokkelkoorts opgelopen in het buitenland. En dat blijkt uit cijfers van de wereldwijd actieve alarmcentrale Eurocross. In Italië en Frankrijk zijn al de eerste Europese gevallen van de tropische ziekte geconstateerd. Nou, weer flink op de angststroom nu knokkelkoorts. Hè, ja, naast de, de tijgermug hebben we het al vaker over gehad, arbovirussen, arthropod born virussen. Um, dat is een, 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 een geduchte uh, uh, ja, angst eigenlijk. Ook als we Nederland weer moeras maken, waar we hard mee bezig zijn, uh, dan zal het hier voorkomen. Maar als we dan naar de volgende slide gaan, dan komt er ja, weer we iets van een narratief boven. Ja, want we hebben een oplossing daarvoor. Kijk, wat handig dat gele boekje met al die vaccinaties. Wie kent het niet? Vroeger, als je naar tropisch landen ging, voor gele koorts, moest je zo uh, even zo'n boekje halen. En wat is nou het goede nieuws, Willem? Eh, volgens mij hebben ze in Zuid-Amerika zijn ze flink de knokkelkoortsvaccinatie aan het promoten. Wat nou, zomaar een suggestie. Als we nou iedereen die naar de tropen wil, als we die nou gaan verplichten om een knokkelkoortsvaccinatie te nemen. En dat mensen aan meerdere kanten. Ten eerste. Kan de, de verliesleidende farma-industrie weer even een due economisch duty krijgen? En aan de andere kant, kunnen we mensen ervan afhouden om nog verder te gaan reizen? Want ik denk dat heel veel mensen weinig zin hebben in een nieuwe onbekende vaccinatie. Dat ze denken, nou laat dat allemaal aan voor mij voorbij gaan. En een derde punt, wat ik zomaar even bedenk, is gehoorzaamheidstraining. Oh, jij wilt eh, naar Zuid-Amerika. Eerst even een prikje halen, een bewijs uh, dat je hier... Ik denk dat het intern in Europa ook al gaat gelden en ze zijn aan het experimenteren met vijf landen, waaronder Portugal, Duitsland, Letland, Griekenland uh, en België. Uh, hebben we het vorige week over gehad. Wat hier ook nog bij zit, want je hebt het over uh, uh, dengue of uh, die knokkelkoorts. Um, toevallig is dat nou een van de ziektes waarbij ze met vaccinatie uh, het fenomeen tegenkwamen van antibody-dependent enhancement. Dus het is ook nog eens mogelijk dat juist mensen door ze verplicht te prikken. juist veel zieker worden. Ja, uh, de oplossing is eenvoudig. Uh, we hebben al een keer een onderzoek. Uh hebben we besproken dat uh, Ivermectine blijkt uh, uitstekend te helpen tegen knokkelkoorts, maar je moet er natuurlijk wel gelijk innemen op het moment dat je uh, ziekte verschijnt Zullen, dus als je, je niet helemaal lekker voelt, lijkt een kuur met Ivermectine en dan negen uh, van de tien keer uh, uh, word je waarschijnlijk niet uh, ziek. Komen we op terug, Ivermectine, maar eerst naar de massa-immigratie. Um, van nieuwsfacts, voornamelijk een bron van sociale onrust. Ja, dat is een beetje een open deur. Iedereen snapt dat dit is al de honderden jaren bekend. Uh, Oké, okay, maar dan gaan we naar het volgende artikel, want het is ook heel goed nieuws. Door die massa immigratie hebben we eindelijk sinds vandaag 18 miljoen inwoners. Jeroen, gefeliciteerd. Ja, wat mooi, hè? want we hebben echt een tekort aan inwoners. Hadden we. In Nederland was veel te dun bevolkt dus uh, we moesten wel uh, flink wat immigranten binnenlaten en weet je wat een ander voordeel daarvan is, Willem, want we hebben de afgelopen jaren oversterfte gehad en dat is mooi want dat is nu gecompenseerd. We hebben in plaats van een bevolkingsafname, we hebben een bevolkingstoename gekregen. Um, maar fijn dat dat ook onderwerp is geweest van de verkiezingscampagnes. Hè, van, uh, we, we zijn allemaal voor massa immigratie, dus we gaan daar gewoon mee door, want het is zo handig, dat staat ook in dit artikel. Die mensen zijn vaak nodig, zeggen demografen en werkgevers, maar de groei leidt ook tot drukte en spanningen. Nou, ik zou willen vragen: waar zijn de cijfers? Hoeveel van die mensen die gekomen zijn, werken nu, hebben nu een goed betaalde baan en vullen banen op die niet ingevuld kunnen worden? Ik uh, heb die getallen nog niet gezien. Heb jij, ben jij ze ergens tegengekomen? Uh, nee, en ik ben het. bang dat ze ook niet positief zijn, want anders zou het hele kartelpolitieke uh, apparaat ons daarmee om de oren slaan. Ja, dit is net zo'n bericht als dat de ziekenhuizen vol lagen tijdens de coronaperiode zonder dat men daar cijfers over wilde geven. Uh, asielzoekers integreren moeiteloos in Wierlingerwerft en de weerstand uh, verdwijnt. Eerst een grote mond en nu hoor je ze niet meer, die protestmensen. Uh, Inwoners van Wieringenwerf zijn inmiddels wel gewend aan inzichtzoekers die sinds juli vertoeven in hotel Van der Valk A7. Van weerstand lijkt nauwelijks meer sprake. Ik zie het lopen door het dorp en het is gewoon heel rustig, het gaat hartstikke goed, zegt Yvonne uit Wieringenwerf. Nou, eerste opmerking, volgens mij staat die Van der Valk langs de snelweg. Dus hoeveel directe buren hebben last daarvan? Het tweede is, waarom verschijnt dit artikel in uh, de media? Ja, het, is we... het is positief nieuws. Het, het valt allemaal wel mee. Eigenlijk gaat het hartstikke goed en hebben we nog veel meer immigranten nodig. Dus als er uh, in je achtertuin een enorm asielzoekerscentrum verschijnt, geen zorgen, ze zijn binnen een maand, hè, want dan heb je het over mensen die vorige maand gekomen zijn. Binnen een maand zijn ze helemaal geïntegreerd en gaat het hartstikke goed kans op sociale huurwoning groter door woningdelen. Maar weinig huizenzoekers zien dit echt zitten. Om meer woonruimte beschikbaar te maken voor alleenstaanden, zetten woningcoöperaties vaker in op woningdelen. Toch zou maar een kleine groep daar bereid zijn om samen te gaan wonen. Simpelweg behoefte aan mijn eigen ruimte. En dit is een terugkerend bericht. Willem. We hebben regelmatig dat even zo'n balletje weer opgegooid wordt. En dit richt zich natuurlijk vooral aan die mensen die al 10, 15 jaar op de lijst staan, wachtend op een sociale huurwoning. De oplossing is zo simpel: gewoon met andere mensen een huis gaan delen, zoals ze dat ook tijdens het communisme in het Oostblok deden. Het is dus heel normaal, oh je hebt dan drie slaapkamers, terwijl je maar met één slaapkamer gebruikt. Dan kunnen we makkelijk nog een paar mensen plaatsen in die andere slaapkamers. En dit is natuurlijk waar men naartoe wilt straks. Iedereen uh, samen woningen delen, we hoeven we ook geen woningen meer uh, bij te bouwen. En dan komt alles goed. Dus ook nog eens goed voor het klimaat en milieu. Ja, dat mogen we vooral niet vergeten. Minister geeft Boeren twee weken extra voor het uitrijden van mest. De uitrijdperiode. Uh, van dierlijke mest op grasland wordt in heel Nederland verlengd tot en met zondag 15 september. Dat heeft minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur bekendgemaakt. Oh, dus de, wat goed van deze minister dat hij de boeren toestemming geeft om nog twee weken extra uh, te gaan uitrijden. Ja, maar die is Bij ook een echte BBB'er, dus een, een boerenhart heeft deze. Nou, een toffe minister. Maar is het niet zo dat de minister uh, dat het eigenlijk andersom is? Waar bemoeit een minister, een minister zich überhaupt om dit te beperken? Waar haalt deze minister de bevoegdheid vandaan hoe boeren hun bedrijf moeten doen? Maar dat is een vraag die we ook al vaker gesteld hebben. Uh, de logica, de vanzelfsprekendheid dat de minister gaat bepalen eh, tot wanneer je mes mag uitrijden. wanneer je mag gaan oogsten of wanneer je moet gaan oogsten. Eh, dit, dit heeft een heel, eh, toch een flinke Chinese geur met een eh, Sovjet smaak. En Heineken die moet voorzichtig doen met water uit ons duin. Het kan niet zo zijn dat ze alles opslurpen. He, de Brouwer uit Zoeterwoude is met drinkwaterbedrijf Dunia eh, concreet in gesprek over besparingsmogelijkheden. Hard nodig, want er drijft een drinkwatertekort. Nou, wat is de boodschap die hierin zit, Willem? We hebben minder water, dus we moeten allemaal wat minder doen. Dus minder Heineken, wat minder. Allemaal zelf wat minder, want er is gewoon minder water beschikbaar. Ik wil ook hier weer de oplossing zou zijn: we gaan zorgen dat er voldoende drinkwater is voor zover een tekort is. Dat is natuurlijk een onzinverhaal. Maar nee, de oplossing is altijd schaarste, hogere prijzen, minder Rantsoeneren, één keer in de week het toilet doorspoelen, douchen kan één keer in de maand en je jeans die kan je sowieso een half jaar dragen. Dus geen probleem van een beetje aanpassen aan minder waters.